komt. Wat als, als je een apparaat nodig hebt om de kans te verkleinen dat je bijvoorbeeld een hartaanval krijgt, maar dat apparaat misschien juist gevaarlijk voor je gezondheid blijkt te zijn? Dit is de situatie voor mensen met zware slaapapneu die dit apparaat van Philips gebruiken. Het bedrijf riep de apparaten terug, maar kan nu al een jaar niet vertellen wanneer ze worden vervangen. De inspectie gezondheidszorg vindt dat Philips flink tekortschiet. Zometeen praat ik verder met de advocaat die 500 apneupatiënten bijstaat. Eerst de patiënten zelf. 9 van de 10 keer heb je het niet in de gaten dat je wakker wordt, maar je wordt toch wakker. Dus je slaapt heel onrustig daardoor. Je saturatie kan dalen, dat wil zeggen het zuurstofgehalte in je bloed. En daardoor kan je schade krijgen aan de organen. Alles ondervindt schade van die ademstops. En dat moet je dus zien te voorkomen. Daarom maakt Monique Fransen gebruik van een slaapapneuapparaat van Philips. In eerste instantie zorgt dat voor een betere nachtrust. Tot ze merkt dat er zwarte stukjes in het filter zitten. Het viel maar wel op dat het elke keer echt heel vies was. Maar ja, je bent een onbenul daarin. Je weet niet wat je kan verwachten of moet verwachten. Dus ja, ik heb dat elke keer braaf schoongemaakt. Dit is voor mij van levensbelang. Want ik heb een hele zware vorm van apneu. Een gevaar is, als je niet opdoet, de kans bestaat dat je dus de volgende dag niet wakker wordt. Eustjan Akay slaapt met behulp van de Dreamstation van Philips een stuk beter. En dat geldt voor meer mensen. Tot ze vorig jaar te horen krijgen dat er mogelijk iets mis is. Philips roept wereldwijd 3 tot 4 miljoen beademingsapparaten terug. Het isolatieschuim in het apparaat brokkelt soms af en kan in de longen terechtkomen. En daar zit ik dus iedere nacht met het dilemma van, doe ik hem op met de kans dat je kanker krijgt? Of doe ik hem niet op met de kans dat je morgenochtend niet wakker wordt? En dat maakt je gewoon geestelijk, mentaal maakt dat gewoon je kapot. Dat brengt, denk ik, nou ik weet wel zeker, dat brengt meer geestelijke schade dan lichamelijke schade momenteel. Allereerst zou ik willen benadrukken dat ik heel erg goed de onrust van de patiënten herken. Als arts weet ik wat het betekent voor patiënten als apparaten waar ze, die ze nodig hebben voor hun behandeling of voor een gezondere slaap te hebben, dat ze daar plots ongerust door worden. En dat is buitengewoon wrang en ook buitengewoon spijtig, waarvoor we ook ten alle tijde onze excuses aanbieden aan al deze patiënten en alle betrokkenen. Heeft u al een nieuw apparaat? Nee, nog steeds niet. Ik heb meerdere keer gebeld van wanneer ben ik aan de beurt? Daar kunnen ze ook geen antwoord op geven. Het merendeel van de Nederlandse gebruikers is na bijna een jaar nog altijd niet geholpen. Slechts een derde van de slaapapneuapparaten is door Philips vervangen. De inspectie reageert vandaag kritisch. De inspectie constateert dat Philips substantieel en structureel tekortschiet in de adequate communicatie over en afhandeling van de terugroepactie. Het is van groot belang dat Philips de terugroep- en omruilactie meer voortvarend en met meer transparantie aanpakt. Eerlijkheid gebiedt dat we stroef zijn geweest bij de opstart. Door de enorme complexiteit van de logistiek en het maken, het bouwen van de apparaten en de uitleveringsketen. En wij trachten dat dagelijks met meer dan 1000 mensen te versnellen, te optimaliseren, zodoende de patiënten zo snel mogelijk een nieuw of een gerepareerd apparaat vinden. Philips levert zijn apparaten dus aan leveranciers, maar kent de gebruikers niet zelf. De leveranciers leveren de apparaten van Philips aan de patiënten. Patiënten op hun beurt bellen de leveranciers met vragen over de terughaalactie, omdat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Je voelt je heel verloren en je wordt totaal niet gehoord door niemand. Ik kon Philips ook helemaal niet bereiken hierover. En iedere keer werd je afgepoeierd naar of de tussenleverancier of gaan we naar je longarts. Longartsen die gaven aan van ja, we kunnen niet ieder individueel geval gaan zitten bekijken en behandelen. Tussenleveranciers, ja, wij zijn volledig afhankelijk van Philips. Tot nu toe heb ik geen één instantie gevonden die zei van, meneer, we begrijpen jouw probleem en we gaan jou helpen. Waarom kan Philips niet gewoon zeggen wanneer patiënten aan de beurt zijn? Die apparaten worden allemaal op één plek
produceert. Die moeten verdeeld worden over de wereld. Die moeten verdeeld worden via thuiszorgorganisaties. En wij werken met de distributeurs die de patiënten ongeveer 2 weken op voorhand kunnen verwittigen wanneer dat hun apparaat zal uitgeleverd worden. Monique Franse kreeg bij hoge uitzondering uiteindelijk via haar longarts een apparaat van een ander merk. Ik heb hem verteld wat een enorme stress het mij gaf om dat apparaat te gebruiken. Hij zei meteen van, hè? Oh, heb ik die macht om jou een nieuw apparaat te geven? Hij zegt, stress is enorm funest voor de gezondheid van mensen, dus u krijgt meteen een nieuw apparaat. Ik heb heel erg te doen met mensen die nu nog steeds wachten op een machine, die nog steeds tegen alle muren aanlopen. En ja, die komen niet verder en dat vind ik heel triest. Ja, hier aan tafel aangeschoven Mark de Hek, letselschadeadvocaat die 500 mensen bijstaat die zo'n apparaat gebruiken. Welkom, goedenavond. Dank. Waar zit nou de meeste pijn bij deze mensen? Nou, de meeste pijn zit hem in de totale onduidelijkheid. Onduidelijkheid over wat er nou precies aan de hand is met die apparaten. Maar ook onduidelijkheid over de vraag wanneer ze nou aan de beurt zijn om een nieuw apparaat te krijgen. Mensen zijn enorm afhankelijk van dit apparaat. En ze willen dus echt weten, wat is hier nou mis mee? Mm-hmm. En wanneer krijg ik een nieuwe? Ja, is het ook een geldkwestie? Hoe bedoelt u een geldkwestie? Willen mensen misschien ook geld zien voor de geleden schade die ze daar hierdoor hebben ondervonden? Nee, het gaat in deze fase mensen niet om geld. Kijk, een enkeling die is natuurlijk wel benieuwd wat er uiteindelijk uit de schadevergoeding zal gaan komen. Maar ik sta in totaal 500 mensen bij en daarvan is een heel klein aantal begonnen over geld. Het gaat mensen echt om duidelijkheid over de vraag, wat is nou aan de hand met mijn apparaat? Dus ik zit er ook niet als letselschadeadvocaat om nou met claims te gaan smijten. Mm-hmm. Maar ik vind dat er geen schade per se in dit stadium, dat we het moeten hebben over schadevergoeding. Mm-hmm. Maar we moeten hebben over schadebeperking. Ja, en nou in die zin komt dan misschien ook nieuws van vandaag dat de inspectie heel kritisch is op die terugroepactie van Philips. Ook als goed nieuws voor uw cliënten, zien zij dat ook zo? Ja. Ja, dat zien zij zeker zo, omdat zij wel het gevoel hebben dat ze er soms een beetje alleen voor staan. Dus zij zijn afhankelijk van een apparaat, bevindt zich in een hele kwetsbare positie. Dat dan de inspectie vandaag aangeeft, Philips schiet tekort, Philips moet duidelijker, helderder communiceren. Dat is voor mensen wel inderdaad een troost in bange dagen. Dus ik ben ook blij dat de inspectie op dit moment dit standpunt heeft kunnen innemen. En ook Philips hier duidelijk op heeft aangesproken van op deze manier kan het niet. Het gekke is dat ze tegelijkertijd ook adviseren om het apparaat te blijven gebruiken. Ja, dat is het advies omdat stoppen met gebruik van een apneuapparaat, met name als je zware apneu hebt, dat is zeer gevaarlijk. Dat kan leiden tot hart- en vaatziekten, dat kan leiden tot hersenschade. Dus als de inspectie had geadviseerd aan 85.000 Nederlanders, stop onmiddellijk met gebruik van het apparaat, dan had dat sowieso geleid tot gezondheidsschade. Mm-hmm. Dus het is geen veiligheidsgarantie die de inspectie afgeeft, maar het is een risicoafweging. Ja, wel een zure catch-22-achtige situatie eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Mensen zitten echt klem. Mensen zijn ertoe veroordeeld en ze kunnen er niet uit. Althans, ze zijn afhankelijk van Philips om uit deze situatie te komen door een veilig apparaat. Alleen ze weten niet wanneer ze die gaan krijgen. Dus het is inderdaad een hele zure catch-22. En tegelijkertijd willen ze natuurlijk ook weten, is dit gevaarlijk voor mij? Wat er met dat apparaat gebeurt? Maar hoe onderzoek je nou of de gezondheidsschade ook echt door dat apparaat komt? Is dat niet heel lastig? Ja, bij productaansprakelijkheid zijn er vaak causale discussies. Dus dan is het wel duidelijk dat een product gebreken kent. Alleen is het nog de vraag, tot welke gezondheidsschade leidt dat? En ik vind, mijn cliënten zitten ook met die vraag. En ik vind dat Philips ze daarin moet helpen om die vraag te beantwoorden. Allereerst de openheid te geven over de onderzoeken die zijn uitgevoerd en die op dit moment worden uitgevoerd. Zodat op die manier mensen beter zelf een afweging kunnen maken, wil ik het apparaat nog wel blijven gebruiken of niet. En uiteindelijk vinden wij ook dat Philips onafhankelijk onderzoek moet gaan vergoeden. Zodat die onduidelijkheid die mensen hebben, wat is nou het gevolg van het apparaat, zodat die vragen die mensen daarover hebben, beantwoord kunnen worden. Ja, want nu doet Philips zelf onderzoek. Heeft u daar vertrouwen in?
Op dit moment wordt er door een aantal externe bureaus, heb ik begrepen, onderzoek gedaan. Wel onder toezicht van de Amerikaanse zorgwaakhond, de FDA. En daar hebben wij vertrouwen in, want die hebben zich vanaf het begin heel erg kritisch uitgelaten over de wijze waarop Philips deze problematiek aanpakt. Alleen wij weten nog steeds niet wie nou die bureaus zijn. Dus wij willen uiteindelijk, als die bureaus klaar zijn met hun onderzoeken, willen wij eerst die kale onderzoeksdata inzien, bekijken met onze eigen toxicologisch en technisch experts. Mm-hmm. En dan gaan we beoordelen, vinden wij dit inderdaad onafhankelijk, valide, betrouwbaar onderzoek. Tot slot, kort, kunnen mensen niet gewoon een ander apparaat krijgen? Want er zijn meer bedrijven die dit apparaat maken. Ja, er is helaas in Nederland grote schaarste op de markt, waardoor het dus niet zomaar een nieuw apparaat beschikbaar is. Dat zag u ook net bij de heer Akai. Die heeft geprobeerd een nieuw apparaat te krijgen, alleen dat is er niet. Dus meneer Akai zit echt klem. Voor meneer Akai is het echt onduidelijk, zowel wat er nou aan de hand is met zijn apparaat, als wanneer hij een nieuw krijgt. En helaas is hij ertoe veroordeeld om elke maand maar met zijn leverancier te bellen met de vraag wanneer hij aan de beurt is. En dat is natuurlijk een ontzettend onvredigende en onduidelijke situatie. Mark de Hek, dank u wel voor uw komst in de studio. Dan gaan wij naar statushouders. Ze hebben recht.